Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft de tweede etage, die bestemd is voor de chirurgie, volledig gerehabiliteerd. Behalve een mooie werkomgeving wordt ook de dienstverlening verbeterd. Op deze afdeling is nu ook een medium care mogelijk. Hierdoor kunnen patiënten via de monitor dag en nacht bewaakt worden. Ook de metingen kunnen veel zorgvuldiger gebeuren, omdat deze niet meer handmatig plaatsvinden. Algemeen directeur Claudia Marika Redan is ontzettend blij met de nieuwe ontwikkelingen. Ik moet u zeggen, toen wij dus bezig waren met dus de voorbereidingen voor de afdelingen, nee, dacht ik, ben ik ziek. En mensen denken vaak dat het dus alleen maar het bouwteam dus bezig is. Nee, het zijn altijd de mensen die vanuit de afdeling hier aangewezen worden, maar ook de medische specialisten, die hebben een wezenlijke bijdrage geleverd. En ik wil hebben, ik weet dus dat dokter Boekie, ik verras er even, maar ik wil toch hebben dokter Boekie dat u heel kort iets zegt over uw eigen afdeling en wat u eigenlijk verwacht van uw medewerkers hier op deze afdeling. Wat ik wil benadrukken is, we werken inderdaad met z'n allen voor de patiënt. Het tweede is, de verpleegkundigen zijn het oog van de dokter. En ik moet zeggen, de mannenafdeling staat er bekend om. Ze hebben high turnover, ze werken heel hard en ze voldoen aan die eigenschappen. Dus ik hoop dat ze zo doorgaan en dat we kunnen optimaliseren. Want behalve alle andere de schot- en steekverwondingen en de kleine ingrepen, hebben we ook grote ingrepen. En we zijn heel blij met die medium care. Ik zou zeggen, zo door en bedankt voor alles. En let's go on. Redan benadrukt dat het ziekenhuis gestaag aan het groeien is. Ook de vernieuwde dienstverlening ziet ze als een positieve ontwikkeling voor de patiënten. We hebben altijd gewerkt met de intensive care afdeling. En nu brengen we dus hier met de medium care dichtbij de werkplek. Dat zal betekenen dat de specialisten die hier zijn, ook de overige chirurgen die er zijn, die zullen ook wezenlijke bijdrage moeten leveren om jullie verder te trainen in het type patiënten die we hier zullen opnemen voor onze medium care afdeling. Jullie kennen het al, het is al gezegd, deskundigheid, daar kwijt nog niet aan. Maar we gaan hier met blijven trainen. En dokter Doekie, dokter Kizzo, ik weet dat u het hier door zal brengen naar uw collega's. Wij verwachten dat je met de mensen verder blijft trainen, blijft ondersteunen, zodat we hier kwaliteitszorg kunnen blijven leveren aan onze patiënten die we dus hier krijgen in het Academisch Ziekenhuis. Ik wil u danken als vertegenwoordiger van het team van de chirurgen. Wat eigenlijk wil ik nog één ding zeggen, er waren zoveel verhalen vanaf ik hier werk, hoe het ziekenhuis eruit ziet, hoe dit, hoe dat, maar ik ben heel trots op jullie allen. En ik ben blij dat ik in deze fase hier mag zijn. Dat was algemeen chirurg Fania Amirkhan Doekie bij de oplevering van de tweede etage van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het AZP.